Suriname leed internationale imago-schade met het kwijtraken van zijn stemrecht binnen de Verenigde Naties. Een betalingsachterstand van de contributie is hier de oorzaak van. Dit is een onaangename verrassing voor het parlement. Verschillende parlementariërs hebben vandaag bij de behandeling van de ontwerpwet ratificatie Minamata-verdrag in de DNA de regering meer informatie hierover gevraagd. Zowel oppositie als coalitie is het erover eens dat Suriname zo spoedig mogelijk haar betalingsverplichtingen nakomt. Wij spraken met NPS-parlementariër Gregory Rusland, die de mening is toegedaan dat Suriname internationaal een blunder slaat. Als je dit soort ontwikkelingen ziet, dat betekent dat je internationaal te schande wordt gezet. Nogmaals, wat wij doen is dat we de regering oproepen om ervoor te zorgen dat ze hun huiswerk snel doen, dat ze de zaken in orde brengen, om ervoor te zorgen dat deze zaak wordt teruggedraaid. Natuurlijk ken ik de spelregels niet, maar dat we zo snel mogelijk weer gaan behoren tot de normale internationale gemeenschap. Want wat je ook merkt is dat er een paar landen daar genoemd worden, waaronder landen, en natuurlijk moeten we bevriende landen zijn met alle landen in de wereld, maar landen waarbij je ziet dat de huidige regering steeds nauwere samenwerkingsverbanden mee opzoekt. Onder andere Venezuela, Equatoriaal Guinea, zijn landen die ook op de lijst zijn, ook zijn afgevoerd voor wat betreft het stemrecht hebben binnen de VN. Met één woord, of een paar woorden, we vinden het schandelijk dat Suriname op deze manier internationaal wordt tentoongesteld. NDP-parlementariër Amzat Abdul geeft toe dat Suriname imago-schade leidt, maar, zegt hij, het land moet prioriteiten stellen vanwege de economische crisis. Wel, ik was wel een beetje geschokt om het zo te zeggen, maar nuchter bekeken dan weten we wel dat we heel krap zitten met financiën. En u weet wel dat de afgelopen tijden behoorlijk wat prioriteiten worden gesteld waar de middelen naartoe moeten. Er zijn een aantal excessen ontstaan de afgelopen periode. Onderwijs heeft veel geld gevergd. Gezondheidszorg zit nog steeds in een nood. Er moet daar nog geïnvesteerd worden. Er moet middelen vrij gemaakt worden voor de gezondheidszorg. En noem maar op. Ik vind dat op dit moment dat prioriteit geniet. Maar het is wel niet gênant voor een land om zo over te komen naar de buitenwereld toe. Dus ik vind wel dat de regering werk van moet gaan maken om na te gaan wat het bedrag is dat we aan contributie moeten betalen. En indien de situatie dat toelaat, zo snel als mogelijk die verplichtingen nakomen. Leidt Suriname geen imago-schade op dit ogenblik? Dus imago-schade in die zin van het wereldbekend is dat we nu geen stemrecht hebben, dat wel. NDP-parlementariër Amzat Abdul in gesprek met onze nieuwsdienst. Het Nationaal Informatieinstituut stelt in een persbericht dat minister Yildiz Bigeli van Buitenlandse Zaken maatregelen treft om aan de contributieverplichtingen te voldoen om de opschorting van het stemrecht ongedaan te maken.